Dus wat gebeurt er met die klok als ik ga bewegen? Dan ziet u hem opeens achterlopen. Ja, dan moet u eventjes in laten zakken, hè? Dus volgende keer heeft u een fantastisch excuus. Als u te laat bent op uw werk, dan liep uw klok achter, want u liep te hard. Waarom is kosmische straling levensgevaarlijk voor astronauten? De Universiteit van Nederland presenteert elementair deeltjesfysicus professor Dr. Frank Linde. Ja, in dit filmfragment uit de science fiction film Fantastic Four worden astronauten lam gestraald door kosmische straling. Maar ze hebben geluk, hun DNA wordt gemodificeerd en daarna kunnen ze ontsnettend snel rennen of ze zijn superlenig of ze kunnen onzichtbaar worden. Nou, ik kan u garanderen, als u bestraald wordt door kosmische stralen of sowieso bestraald wordt, dan heeft u dat geluk niet. Meestal verandert uw DNA een beetje in een ongunstige manier. Maar ik kan u ook verzekeren, gelukkig hebben wij een dampkring. Dan kunnen we mee ademen, de lucht die we inademen. Maar die houden ook mooi die kosmische straling tegen. Dus dat is wel mooi. Maar hoe hebben we nou eigenlijk ontdekt dat er van die kosmische straling, dat zijn deeltjes met een extreem hoge energie, rondstuiteren in ons universum? Nou, daarvoor ga ik terug naar een ander apparaat in de elektriciteitsleer. En dat is dit fantastisch mooie ding. Een zogenaamde elektroscoop. En ik heb een bondmantel, maar hij is zo oud dat hij van ellende uit elkaar valt. En een stuk plastic. En als je hiermee speelt, dan kan je hier lading opbrengen. Kijk, u ziet het, die halve bondmantel uit elkaar vallen. En die kan ik overbrengen op dit apparaat. En als u heel goed kijkt, ziet u die twee metalen platen een beetje uit elkaar gaan. Dat betekent dat ik hier elektriciteit opbreng en gelijk elektriciteit stoot elkaar af. En dat gebeurt hier. Hij is nu opgeladen. Een opgeladen elektroscoop. Nou, daar is niks spannends aan. Maar wat wel spannend was, 100 jaar geleden was er een jezuïet, Theodor Wolff, in Zuid-Limburg. En die had kennelijk ontzettend veel tijd, want die keek hiernaar en die keek hiernaar en die keek hiernaar. En die zag dat die lading langzaam verdween. Lees, die plaatjes gingen vanzelf naar elkaar toe. Zomaar, spontaan. Nou, als natuurkundige heb je dan een hypothese. Rond diezelfde tijd was Madame Curie hard bezig met natuurlijke radioactiviteit in de aarde. En meneer Wolff dacht, die ontlading dat komt door natuurlijke radioactiviteit. En als goed natuurkundige doe je dan een test. Dan zeg je, weet je wat, ik ga datzelfde experiment hoog boven de aarde herhalen. Dan moet het ontladen veel langzamer gaan. Dus hij ging naar de Eiffeltoren, die was toen net af. Klom er bovenop en herhaalde zijn experimentje. En tot zijn stomme verbazing zag hij dat hij daar sneller ontladen in plaats van langzamer. Nou, dan ben je ook goed natuurkundige. Dan verander je gewoon je hypothese en dan komt de rotzooi van boven. Nou, dat van boven, dat is dus kosmische straling. Nou, daar heb ik een animatie van die kosmische straling. Hier ziet u die dingen. Dat zijn enkele atoomkernen, weten we nu, die met een gigantische snelheid, lees energie, op onze atmosfeer denderen. En daar maken ze een sproeier die tientallen vierkante kilometers groot kan zijn, die op het aardoppervlak neerregent. En die meten wij. Die meten we met name, waar dit experiment op inzoomt, in Argentinië. Daar hebben we 3000 kilometer volgezet met detectoren, elke halve kilometer één. Dat zijn die lichtgevende stippen. En als hier zo'n kosmische straal op dendert, dan flitsen die stippen op. En u kunt zich voorstellen, de volgorde van de stippen, die vertelt je waar die vandaan kwam, daar vandaan of daar vandaan. En de omvang, dus of die 10 vierkante kilometer groot is in één keer, of 100 vierkante kilometer groot is, die vertelt je de energie. Nou, je ziet u zo'n detector, staan er een paar duizend van daar op de pampa tussen de koeien. En dat is een beetje het idee van de experimenten die wij bouwen, om die deeltjes te bestuderen, of om die kosmische stralen te bestuderen. Nou, wat we ondertussen gemeten hebben is echt de energie van die kosmische straal als die daar in de ruimte buiten onze dampkring op onze dampkring knalt. En daar heb ik een verdeling van gemaakt, een plaatje, wat u hier ziet. Dus hier horizontaal staat de energie van zo'n kosmische straal boven, hoog boven de dampkring. Als die hier op aarde komt, zijn die deeltjes allemaal heel weinig energie. Hè? Aan het eind van deze cursus gaat u zich realiseren dat er heel veel deeltjes door u heen gaan. Dat is allemaal niet zo erg. Energetische deeltjes zijn vervelend. Als je wat verder gaat, hier zo heb je de energie van een vliegende mug. Dan kunt u zich natuurlijk voorstellen, een vliegende mug, dat is eigenlijk niet zoveel energie. Maar die zit hier wel in één atoomkern. In een vliegende mug zitten een 1 met 23 nullen of zo atoomkernen. En bij een kosmische straal zit al die energie in één atoomkern. En dat is echt
gigantisch hoog. Nou, waarom staat die vliegende mug hier? Dat is namelijk de grootste versneller op aarde die wij bereikt hebben. Die kan dat doen. Die kan in één proton de energie douwen van een vliegende mug. De hoogste kosmische straal heeft de energie van een tennisbal. Dat is echt een gigantisch hoge energie. En een tennisbal opgeslagen door, nou, ik ben niet zo goed in die sport, Richard Krajicek, oké, zo iemand. Dus echt een toptennisser. Het vervelende is, die zijn wel heel zeldzaam. Terwijl deze kosmische stralen 1 keer per vierkante meter per seconde naar beneden komen. Dat is echt ontzettend veel bij deze energie. En hier heb je er 1 per vierkante meter per jaar. Die tennisballen, dan heb je er maar 1 per vierkante kilometer per jaar. Dus daarom bouwen we ook graag ontzettend grote experimenten. Nou, die kosmische stralen die bestuderen we nog steeds. Want eerlijk gezegd weten we nog niet precies waar ze vandaan komen. Daar zoeken we nog naar. Dat heeft te maken met alle magneetvelden in ons universum die de zaak afbuigen. Net zo goed als dat pijpje wat ik daar had werd afgebogen. Daar wil ik het nou niet over hebben. Waar ik het nou over wil hebben, in die sproeien van deeltjes worden ook weer nieuwe deeltjes gemaakt. Heel veel deeltjes. Eén zo'n nieuw deeltje kan ik zichtbaar maken, dame, dat ding met de pacemaker. Dan weet ik niet of die aanstaat. Ja, staat aan. Dus de mensen die dat goed kunnen zien, en hier ziet u het straks op het scherm ook. Dus nu en dan is daar een flits in. En die flitsen, dat zijn sporen van een nieuw type deeltje. Nou, daar ziet hij hem heel vaag. Ik denk dat de mensen die daar zitten het beter zien. Dat muon, je kan je afvragen wat dat nou is. Dat is een nieuw deeltje wat we hebben. En dat muon is eigenlijk niets anders dan een elektron. Alleen, hij is veel zwaarder. Dus hij heeft dezelfde elektrische lading als een elektron. Hij heeft andere eigenschappen van het elektron, maar hij is veel zwaarder dan een elektron. En dat zwaarder van een elektron, dat staat daar weergegeven, is dus een stuk groter eigenlijk, een stuk zwaarder. Dat zwaarder van een elektron heeft een interessante gevolg. Een elektron, als ik dat hier op tafel leg en ik doe er verder niks mee, dan heeft hij waarschijnlijk het eeuwige leven, denken wij. Die gaat nooit kapot. Dat is heel gerustgevend voor jullie allemaal, want die zitten ook in ons lijf heel veel. Maar een muon is 200 keer zwaarder. Als ik dat hier op tafel leg, is die in no time kapot. Nou, dan kunt u natuurlijk denken bij uzelf, nou, daar geloof ik dus allemaal niks van. Dat zal wel. Nou, ik kan dat demonstreren aan u. Want net zo goed als ik die muonen daar zichtbaar kan maken, in die vonkenkamer, want zo heet die, heb ik hier een ander apparaat. Deze balk. En hier gaan die muonen ook doorheen. En dan maken ze net zoals daar ook een flitsje. Alleen dat flitsje zien wij niet. Sterker nog, dat hebben we expres onzichtbaar gemaakt, want daar hebben we de plastic omheen gedaan, zwart plastic. Maar deze detector hier is een lichtdetector. En die ziet dat flitsje wel. En als u kijkt op deze scherm, dan ziet u hier de hele tijd een rood pulsje komen. En dat is elke keer als hier zo'n muon doorheen gaat. Dan zien we daar een flitsje. En we zien er wel een stuk of 10 per seconde. Want er zijn niet een paar muonen hier. Er gaat er gewoon elke seconde één door mijn hand heen. Er zijn ontzettend veel. Nou, dit ding is wat groter dan mijn hand. Dus er gaan er een stuk of 10 doorheen per seconde. Nou, dat is die muonen die er doorheen gaan. Dat is verder niet zo interessant. Ik ga u vertellen dat je van zo'n muon kan meten hoe lang die typisch leeft. En voordat ik dat wil laten zien, wil ik u even vertellen hoe wij dat doen als natuurkundigen. Dat heet de halfwaardetijd van een deeltje. Als ik hier een instabiel deeltje zou hebben, knikkers, ik heb er 16 in mijn hand, ik heb ze van tevoren geteld. Als die knikkers zeggen een halfwaardetijd hebben van 5 seconden, dat betekent dat ik na 5 seconden geen 16 knikkers meer in mijn hand heb, maar dat ik nog 2, 4, 6, 8 knikkers in mijn hand heb. Die andere 8 die zijn kapot. Bijvoorbeeld voor het muon elektronen geworden. Ontzettend mooi, hè? Eens een muon en opeens heb je een elektron. Dat kan alleen maar in mijn vakgebied, dat je zomaar iets verandert. Dus na 5 seconden heb ik er nog maar 8 van die knikkers. Nou, nog eens 5 seconden, ben ik er weer de helft kwijt, daarom heet het halfwaardetijd, en dan heb ik er nog maar 4. En dan nog eens 5 seconden heb ik er nog maar 2, en dan nog eens 5 seconden heb ik er nog maar 1. En dan wordt het een beetje testen, nog eens 5 seconden heb je er geen 1 meer. Dat is een halfwaardetijd. Nou, het leuke is, die halfwaardetijd van het muon kunnen we gewoon meten met die balk. Dan moet je niet zo'n muon hebben wat er dwars doorheen schiet, dan heb je maar 1 flitsje. Dat is niet zo spannend. Nee, het leuke is, heel af en toe gaat zo'n muon erin, en die was bijna aan het eind van zijn latijn, die ging niet zo hard meer, en die stopt in dat stuk plastic. En dan zit hij daar te zitten. En dan opeens, boem, vervalt hij, en dan komt er een elektron uit. En dat elektron is ook geladen, dat geeft ook een flitsje. Dus dan krijg je 2 flitsjes achter elkaar in die balk. Nou, die zijn wat zeldzamer, dus die heb ik voor u verzameld daar. En daar kan je een verdeling van maken, de tijd tussen die 2 flitsjes. Soms is het iets, soms is het 2 keer iets, soms is het 3 keer iets, soms is het een half keer iets. Een hele verdeling staat daar. En volgens mij wordt die ook geprojecteerd op het scherm, die verdeling. En die verdeling, daar kan je uit aflezen wat ongeveer de halfwaardetijd is. Dus als ik hier op het scherm aanwijs, hier staan iets van 30 gebeurtenissen.
Dus als ik nou ga kijken wanneer ik er nog maar 15 over heb, moet ik heel goed lezen, dat is ongeveer hier. En ik lees de tijd af die daarbij hoort, dan staat daar onderaan 2000. Nou, dat kan je ook daar op dat schermpje doen daar. Nou, dat zijn geen 2 seconden, dat zijn 2 miljoensten van een seconde. Dus dat muondeeltje waar ik nu al 10 minuten over sta te oreren, dat leeft 2 miljoensten van een seconde. En dan vertel ik u ook nog, dat is nog heel lang ook voor een elementair deeltje. Dat is helemaal niet kort. Dat is een geweldig vak hè, wat ik heb. Dus ja, zo werkt dat. Nou moet je zich realiseren, die muonen, ik hoop niet dat ik dat verteld heb, die komen typisch met een lichtsnelheid naar beneden. Mijn meeste deeltjes gaan met de lichtsnelheid. Die komen met een lichtsnelheid naar beneden, in die dampkring, en die worden tientallen kilometers hoog gemaakt. Nou, moet je even vermenigvuldigen, 300.000 kilometer per seconde, dat is 300 miljoen meter per seconde. Als je dat vermenigvuldigt met 1 miljoenste seconde, want zo lang leeft hij, dan hou je iets over van 300 meter. Dat is niet tientallen kilometers. Dus daar is iets heel geks aan de hand. Die muonen kunnen helemaal niet zo lang naar beneden lopen. Die moeten al lang kapot zijn voordat ze op aarde komen. Nou, dat is echt geweldig. En om dat op te lossen, heb je meneer Einstein nodig. Dat is echt iets heel moois, de relativiteitstheorie. Je moet even heel goed gaan zitten. Dan ga ik u nog even in 2 minuten de essentie van de relativiteitstheorie uitleggen. Dat is echt geweldig mooi. Meneer Einstein die had 1 hypothese, althans voor deze theorie. En dat is dat de lichtsnelheid voor iedereen hetzelfde is. Nou, dat klinkt allemaal fantastisch. Dus de lichtsnelheid, ik heb niet zo'n sterke laser, dus hier is die, kijk. De lichtsnelheid komt uit dit dingetje met 300.000 km per seconde. Dus als ik hem de hele aarde rond zou kunnen blazen, gaat hij 7 keer de aarde rond in 1 seconde. 300.000 km per seconde komt hij eruit, voor mij en voor u. En nou komt Einstein's hypothese. De lichtsnelheid is altijd 300.000 km per seconde. Dus u kijkt hiernaar en nu ga ik dit doen. En nou vertel ik u, dan ziet u dat licht nog steeds met 300.000 km per seconde eruit komen. En niet met 300.000 km per seconde plus die 1 meter per seconde die ik loop. Dat is maar een heel klein verschilletje. Maar ieder normaal mens zou denken dat mijn snelheid daarbij opgeteld moet worden. Nou, Einstein dus niet. Dus je kan zeggen, dat is totaal idioot. Maar het werkt wel. En het heeft een hele vreemde consequentie, die ook waar is en ook werkt. En die mijn muonprobleem oplost. En wat is die consequentie? Daarvoor moet u eens kijken naar het begrip tijd. Wij denken allemaal dat tijd iets absoluuts is. Dat als je een goed horloge hebt, dan loopt die altijd prima. Nou, ik ga u nu laten zien dat dat niet zo is. En dat doe ik met een hele speciale klok. De zogenaamde lichtklok van Einstein. Onze klok heeft tik, tik, tik. Of die slingert, de slingeruurwerk. En als hij 1 keer slingert, is de eenheid van tijd. Nee, mijn klok is, dit is een spiegeltje in mijn hand. En de grond is een spiegeltje. En dit is een lichtflitsje. En dat gaat 1 en weer. En dat is 1 tik. Zo. Dat is de tik. En nu kunt u uitrekenen hoe lang die is. Dat is namelijk deze afstand keer 2 gedeeld door de lichtsnelheid. Dat is een ontzettend klein getalletje in secondes. Maar dat is de tik. Dat is als ik stilsta. Als u hem nu niet bewegen, deze klok. Dat als je ziet het lichtflitsje wel bewegen, maar niet de klok. De spiegeltjes zijn vast. En nu moet u eens kijken wat er gebeurt als ik ga lopen. Dan gaat hij dus niet meer zo. Dan gaat hij zo. En wat doet dat lichtflitsje nou? Dat doet hij niet meer zo. Dat doet zo. En Einstein zei dat de lichtsnelheid altijd hetzelfde is. Dus als dat lichtflitsje zo doet, dan is de afstand opeens een stukje langer geworden. Want een scheve lijn is langer dan een rechte lijn. Maar de lichtsnelheid is hetzelfde. Dus wat gebeurt er met die klok als ik ga bewegen? Dan ziet u hem opeens achterlopen. Ja, dan moet u eventjes in laten zakken, hè? Die klok loopt gewoon achter. Dus volgende keer heeft u een fantastisch excuus als u te laat bent op uw werk. Dan liep uw klok achter, want u liep te hard. Maar dit is dus echt zo, hè? Dit hebben ze geverifieerd door gewoon een klok neer te zetten op een vliegbasis en een zusterklok een stukje rond te laten vliegen. En vervolgens, als ze weer terug zijn, leggen ze naast elkaar die 2 klokken. En dan zie je echt dat die gevlogen klok achterloopt. Dat werkt echt. Nou, dat is ook precies dat muon dat zuist met een rotgang naar beneden. En dat zijn klokje loopt ontzettend traag. Want die lichtflits gaat niet zo. Nee, die lichtflits gaat ongeveer zo. En die komt daar 20 kilometer verderop pas op de grond. En stuit het dan weer omhoog. Dat klokje tikt ontzettend langzaam. En daarom kunnen die muonen van 10 kilometer of 15 kilometer hoog op het aardoppervlak regenen. Nou, dat vind ik dus iets geweldigs. En omdat we hier over deeltjes praten, heb ik voor u ook het muon meegenomen. Hij ziet er net zo uit als het elektron, want hij is gewoon het zwaardere zusje van het elektron. 200 keer zo zwaar. Dus dat moet u zo onthouden. Wat heeft u verder geleerd? U heeft geleerd dat lichtsnelheid voor iedereen hetzelfde is. En dat daardoor onder andere klokken die hard bewegen achter gaan lopen. Ja, en verder die reis naar Mars. Natuurlijk is die gevaarlijk vanwege die raket.
Maar die is ook inderdaad gevaarlijk vanwege die kosmische stralen die rondstuitert in het universum buiten onze dampkring. Want als je daar een beetje gaat vliegen als astronaut, dan krijg je vele factoren 100 meer straling op je als dat je hier beneden bent. Hier beneden zijn die deeltjes allemaal een beetje uitgepieterd en die halen net het aardoppervlak, die doen niet zoveel. Maar daarbovenin doen ze een heleboel. En dan kan je natuurlijk hopen op een mooie DNA-modificatie, dat je er opeens uitziet als Julia Roberts. Nou, het spijt me, dat gaat niet gebeuren. DNA-modificaties zijn altijd slecht. Dus ja, dat is echt gevaarlijk en daar kunnen ze van alles voor verzinnen. Die astronauten weten dat dat gevaarlijk is. En sowieso moet je hartstikke gek zijn als je naar Mars toe wil, maar dat schijnt zeer populair te zijn op het moment. Nou, dan moet je dat vooral doen. Die mensen die zijn we graag kwijt, denk ik. In het volgende college ga ik het hebben over antimaterie. Okay? Ook zoiets moois, of dat nou science fiction is of niet. Antimaterie. Dank u wel.